Toon een keer hoe je eraan begint. Goed, voilà. De tagine staat al klaar. Dat is al heel goed. Ik zie dat je een authentieke tagine hebt. Ik doe er wat olie in. Olijfolie, ja. Olijfolie. Perfect allemaal. En zet het vuur op natuurlijk. Tot nu toe zijn we nog altijd goed bezig, Robbie. Ik heb mijn lamsvlees klaarstaan. Het is lamsschouder. Dat is perfect. Ik leg dat meteen in de tagine. Zo? Ja. Ah, ja, maar ja, nee. Eén, uw olie moet braad klaar zijn, dus warm dat dat mooi toeschroeit. Dan ga je alle sappen mooi in je vlees houden. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk, allez, het is geen groot probleem, maar je moet toch je stukken vlees in stukjes snijden. Kijk, hier heb je nu grote stukken, kleine stukken. We gaan die allemaal mooi op maat snijden. Dat mag groot zijn, die stukken, mm-hmm. maar dan zijn ze allemaal groot en dan ga je een langere gaartijd hebben. Ja. Zeer belangrijk. Dus dat je ze eigenlijk snijdt allemaal gelijk. Zie, en wat er ook goed is, dat is, je hebt al dat vet, dat geeft allemaal goede smaak. Mm-hmm. Oké, wat doen we dan? Dan leg ik de stukken in de tagine. We gaan ze ook kruiden, hè? Ah, dat is eerst kruiden. Ja. Altijd kruiden, zodanig dat je kruiding mooi in je vlees bakt. Hè? Alsjeblieft. Ja. Goed, dan gaan we naar de tagine. Voilà, zien of dat... Goed, ik ga de stukken er nu inleggen. Zie, hoorde ze zo wat lichtjes aanschroeien? Ja, nu hoor ik het, Piet. Voilà, ja. Dat is perfect. Ja. Dus we leggen het mooi vol. Het belangrijkste is dat je mooi bruin aanbaksel hebt op voor de smaak. Oké, voilà. Goed. Ik heb hier twee ajuintjes gesneden. Ik heb ook vier teentjes look. Perfect. En ja, beetje goed, gember. 2-3 centimeter gember zo. Perfect. Ja, goed gekruid. Voilà. En terwijl dat bij het lamsvlees gaat, kunnen we eigenlijk ook al onze stukken zo wat draaien. Dus hier zie je dat je een bruin aanbaksel krijgt. Hè? En wat doen we dan? Ik heb hier paprikapoeder staan. Ja. Beetje saffraan. Ja. Dus dat gaat er mooi rond, dat bakt daar mooi in. En dan krijg je mooi al die kruiden, al die oosterse kruiden eigenlijk, in je bord. Oké. Ja, en dan gaat de paprika erbij. En nog een beetje gemberpoeder. Dat is gedroogde gember dan? Ja. Voilà. Kijk, en als je dat nu goed wilt in je vlees gebakken krijgen, moet je dat zo doorroeren. Robbie, ik ga er nog wat curry bij doen. En ik ga er ook wortel bij doen. Dat wil zeggen, je doet er meer groenten in en dat gaat meer de smaken opnemen. De kaneel... De kruiden, versta je? Dat wordt verdeeld over ajuin, vlees, wortel. Dus nu heb je enkel ajuin. En die wortel gaat enorm veel opvangen. Ook gaan we er nog wat curry bij doen. Zie, voilà. Kijk, ruikt daar nu een keer aan. Dat is formidabel. Ja, het zal wel. Wat doen we dan? Ik heb nog kaneel, laurier en thym. Maar ik vraag me nu af, moet dat daar allemaal nog bij, Piet? Je zei het al aan het nadenken, hè, want je voelt mij al komen... Kijk, de kaneel, twee stokken. Hier moet je voorzichtig mee zijn. Hier gaan we oftewel deze stok een beetje op het laatste eraan toevoegen. Mm-hmm. Oftewel gaan we een klein beetje poeder op het laatste. Kaneelpoeder. Ja. Thym en laurier kan wel. Ja, ik ga er nu gewoon nog een beetje water bij doen. Oké, doe maar. Ik heb hier 250 milliliter water klaarstaan. Ja. Dat gaat erbij. En wat zie je nu? Je hebt veel meer water nodig. Dat vlees moet onderstaan. Dat vlees moet, ik weet niet hoe lang, opstaan om zachtjes te garen en sappig te zijn. Dus eigenlijk ken je hier. Dus dat vlees staat mooi onder. En doordat dat traag gaat, gaat dat vlees mooi zacht sappig worden. Natuurlijk hebben we daar ook nog meer smaak in nodig. En we gaan daar echt wel hoeveel bouillon aan toevoegen. En wat dat we nu ook moeten doen, dat is daar een klein beetje xerisazijn of balsamicoazijn bij doen, of een beetje citroensap. En ik zal zeggen waarom. Oh ja. Zie, juist 2-3 eetlepeltjes. En dat wil zeggen, dat vangt ook de suiker op. Je hebt nu gezien, wortel, die azijn, dat vangt al die suiker op. En dat gaat een evenwicht geven tussen zoet, zuur, zout en bitter. En nu mocht je daar je deksel op doen. Voilà. Dan zet ik de tagine na 10 minuutjes in de oven. En waarom ga je dat nu in de oven zetten? Tja. Oei, oei.
Daar kwam niet direct een antwoord op. Ik zie niet in, want een tagine is eigenlijk een gerecht van de bedouinen, van de trekkers in de woestijn. Dus de oven is daar de zon. Hè. Dat is eigenlijk een stoofpotje, zacht gehaard op een licht vuurtje, zo lang mogelijk met die jus daarin. Die jus, de damp, blijft hierin. En dat is eigenlijk de bedoeling van een tagine. Ja. Traag garen. Mm-hmm. En nu gaat dat eigenlijk, Robbie, pas op met hetgeen dat ik zeg, 2 à 3 uur op een zacht vuurtje en dan is het klaar. Kijk een keer hier, wat dat we krijgen na 2 uur. Mm. Dat vlees is gelijk of dat ze in het West-Vlaams zeggen. Zie, smotsochten. Ja, het valt uiteen. Zie, het valt uiteen. En zo moest het zijn, hè. Goed, het is weer aan jou. Oké, ja, dan ga ik er de pruimen en de amandelen nog bij doen. Ik heb hier wat water laten koken, 200 milliliter water. Daar doe ik de pruimpjes bij. En dan terwijl leg ik eigenlijk mijn amandelen al op een warme pan. En waarom doe je nu die amandelen in de pan? Oké, er gaat smaak uitkomen, maar je legt er ook een laagje rond die ze droog gaat houden. Terwijl dat eigenlijk gewoon... Hup, je laat die nog wat meekoken, zeg. Hier maakt eigenlijk die amandelen slorpen zo wat saus op en dat maakt één geheel. Ja. Voilà, en dan, wat doen we dan? Ja, ik heb de pruimpjes hierop staan. Ik doe er nog een beetje kaneel bij en wat honing. Dat gaat erbij. Eigenlijk zie je daar een bommetje suiker aan het maken dat niet normaal is. Hè? Die pruimpjes, ik veronderstel dat de pitten eruit zijn. Ja, die zijn eruit. Die pruimpjes zijn al zoet. Dus het zoete wordt eigenlijk nog geaccentueerd omdat ze al open zijn. Je hebt er nog honing bij gedaan. Het is weer, ik weet niet hoe eenvoudig. Robbie, kijk. Ik zal er een dessertje mee maken. Ja, maak er een dessertje mee. We gaan gewoon pruimpjes met pit. En die gaan gewoon nog de laatste 10 minuutjes meegaren. Ook niet te veel, Robbie. En nu gaan we nog tot de afwerking. Ben aan het zoeken. Uw kaneel. Ja, hier. En je hebt hem verstopt. Heel klein beetje kaneel. Nog een klein beetje verfrissen met die sherry-azijn. En nu zijn we er, zeg. Is hem goed? Ja. Zijn je tevreden? Ja. Ik ben ook zeer tevreden, want je weet, ik ben altijd blij als het lukt. Maar ik ga nog veel tevredener zijn als ik weet wat je geleerd hebt. En dat is heel veel. Punt 1. Het vlees in kleinere stukken snijden en heet aanbakken. Zeer goed. Punt 2. Veel meer vocht gebruiken. Punt 3. Zeker niet in de oven zetten. Perfect. En punt 4? Ja, de amandeltjes die mogen er gewoon bij en dan pruimen met een pit. De laatste 10 minuten van uw gaarproces. Robbie, ik ga u... Ja, ken ik er hier. Ik ben ook weer al zeker dat uw tagine in mijn volgende boek geraakt. Perfect. 365, ik weet nog niet wat de titel van de volgende gaat zijn, maar het komt er zeker in. Robbie, je zei ferm bedankt voor uw fantastische fout. En ik ben ermee weg. Salut. Dank u.